Een lage drukgebied boven de Noordzee zorgt voor wolkenvelden boven ons land en buien in met name de noordelijke helft. In het zuiden van het land, daar schijnt vandaag wat vaker de zon en zijn er ook hogere temperaturen. De buien vanochtend vallen vooral in het noordwesten en westen van het land. Plaatselijk kan er een klap onweer voorkomen. Lokaal kan ook veel neerslag vallen. De temperatuur op de meeste plaatsen rond de graad of 17 en dat loopt uiteindelijk vanmiddag op naar zo'n 21 tot lokaal 25 graden. Ook, bij, ook vanmiddag bij de buien altijd nog een kans op een klap onweer en vooral in het noorden lokaal ook veel regen in korte tijd. Vanavond trekken de meeste buien weg en komen er opklaringen ons land binnen. Door de bewolking het, koelt het niet heel snel af en ligt het kwik vanavond rond een graad of 20. Morgen trekt het lage drukgebiedje over ons land. Dat betekent dat er overal buien kunnen vallen. Er zijn veel wolkenvelden, maar ook af en toe schijnt de zon. En met name in het midden en oosten van het land kan veel neerslag vallen. De temperatuur wat lager met 21 tot 23 graden. In het weekend is het dan weer grotendeels droog, hooguit dat de zaterdag nog een lokale bui valt. De temperatuur gaat wat omhoog en de zon laat zich wat vaker zien. Zaterdag wordt het 22 tot 24 graden en zondag kan het lokaal 25 graden worden. Na het weekend is het weer wat warmer, maar neemt ook de kans op een bui toe.